Ach, wat heeft hij nou daar op zijn rug? Ik ga helemaal fluisteren voor hem. Ja. Nee, hij heeft dus heel lang op het strand gelegen. En die verdikking die je ziet, hij heeft er twee. Een kleintje die ook vrij groot is en echt een hele grote. En dat is een brandblaar van de zon. Dan schrikt hij ook een beetje en dan maakt hij een beetje een schokachtige beweging. Als hij gaat ademhalen, dus als hij zijn blaasgat open doet, dan voel je dat ook echt door zijn hele lijf heen. Bij mijn linkerhand voel ik ook zijn hartje kloppen. Die gaat redelijk snel trouwens.